ik hoor de sirene. Oh, word je goed? Hoi. Hi, ja. Hallo. Hoi. We zijn hier in de buurt aan het draaien en zij is denk ik een seconde of 10 is buiten bewustzijn geweest. Schillende handen en een beetje om haar mond. Tintelingen. Tintelingen, ja. Mag ik even in de ambulance verder kijken? Ja, is goed. Ik heb gehoord dat Wendy nu in de ambulance ligt en dat ze er nu aankomen. We worden bij de traumakamer opgevangen, Marco. Wij hebben mevrouw Van Dijk aan boord. Mevrouw is niet lekker geworden. Het lijkt op een collapse. Ik hoor niks, kan dat ook? Oh, dat is wel spannend. Hi. Hallo. Mevrouw Van Dijk, mevrouw Wendy Van Dijk. Wendy is erbij buiten. Jan, val de bank. Ja, hey, dankjewel hè. Beste. Marco. Ja. In principe gaat het eigenlijk heel goed met mij. Ja. Oké. Dus het draait nu niet om mij vandaag. Het draait om jou. Om mij. Want kijk eens even wie hier allemaal zijn. Marco. En deze lieve vrouw, Kim, heeft dit allemaal bekokstoofd. Hey. Want ik wil even met je praten. Met je praten? Oké. Nou. Staan we dan? Het ziekenhuis is een beetje symbool voor ons, omdat wij elkaar hier hebben leren kennen. En ik als een blok voor je gevallen ben. We hebben het goed samen met ons gezinnetje, onze lieve kinderen. Ook mede door ons werk weten we dat morgen alles anders kan zijn. En proberen we echt te genieten van elkaar, iedere dag. We zijn nu bijna 4 jaar bij elkaar. Je bent echt mijn grote liefde. mijn beste maatje. Mijn vriendje, je maakt mijn leven compleet. Ik wil de rest van mijn leven bij je zijn. Na ons dolfijnen drama vorig jaar, wist ik dat jij mij niet meer ging vragen. Nou, groter dan dit kan het niet worden. En bij deze wil ik je vragen, mede namens de kinderen. Lieve schat, wil je met mij trouwen? Ja. Ben jij Dirk? En dat is Dirk. Oh. Dirk is echt my man hoor. Dat is gewoon zeker. Ja! Kijk eens wie er allemaal zijn, Marco. Oh. Champagne. Gefeliciteerd! Ja.